De politie zal vanaf 1 februari geen dispensatiebrieven meer accepteren bij controle op de naleving van de lockdownmaatregelen. De dispensatiebrieven vervallen per 31 januari. Personen en bedrijven hadden tot 15 januari de gelegenheid om zich te herregistreren, zodat hun dispensatie digitaal opgenomen kon worden. Rachel Deekman, woordvoerder van de COVID-commissie van de politie, zegt dat per 1 februari de controle digitaal zal geschieden. Ik mag u aangeven dat in de afgelopen periode heel veel briefjes in de roulatie zijn gekomen. Briefjes van instanties die bevoegd zijn briefjes te verlenen. Maar we komen ook wel briefjes tegen die wij niet kennen en of herkennen. Vandaar dat gekozen is voor het digitaal systeem, zodat wij dus dit geheel zo waterdicht mogelijk kunnen houden en kunnen voorkomen dat mensen proberen valse briefjes te maken of briefjes te maken en daarmee dus vrij te bewegen wanneer dat niet mag. Personen die in aanmerking komen voor dispensatie moesten bij de registratie een routebeschrijving aangeven van hun huis naar het werk. Zo mogen zich tijdens de avondklok alleen op die route bevinden. Voor bepaalde groepen zoals de media is daar een uitzondering op gemaakt. Daar is rekening mee gehouden. Vandaar dat de nadruk wordt gelegd op het invullen van de route, niet alleen, maar echt alle velden, zodat degene die aan zo'n aanvrager toestemming moeten verlenen, dat die persoon weet op welke manier die toestemming verleend wordt. En we zijn ons ervan bewust dat de media zich verplaatst, zeg maar in heel Suriname. Dus voor die media, of de journalisten, de mediahuizen die hebben aangevraagd, hun dispensatie, hun toestemming, ziet er iets wat anders uit dan andere groepen. De media wordt bijvoorbeeld niet beperkt tot 1 of 2 zones, maar tot meerdere zones. Rachel Deekman, woordvoerder van de COVID-commissie van de politie. Zij sprak vandaag op het terrein van de politieacademie.